Assalamu alaikum mensen, tof dat jullie kijken weer naar de eerste Ramadan vlog. Ik verwelkom jullie allemaal. Gisteravond een zware nacht, ik was de hele tijd aan het niezen en ik had hoofdpijn. Maar geen probleem, bij mij gebeurt het altijd. Altijd rond het begin van de Ramadan krijg ik iets waarvan ik last heb. Fysiek. Mijn kat is hier ook. Ik heb een kat trouwens, hè? Die heb ik pas gekregen. Tenminste, die was pas opeens... Ik kwam thuis en zie opeens een kat. Mijn moeder heeft de kat via via geregeld. Oei, oei. Kijk wat hij doet. Wat doet hij? Maar kijk, vanwege verbouwingen waren muizen hier gekomen. Sinds die kat er is, zijn die muizen weg. Want ze gaan weg vanwege die geur van die kat en zo. Kom hier, ik ga hem hier jagen. Kijk, met deze korte broek. Miauw. Miauw. En opeens is hij daar. Ah, ah. Kom terug. Hier, wacht. Kom. 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 Hutsmati. Tijger, hè, Matti? Tijger. Ho, waar ga je? Waar ga je? Kom, je moet zijn ogen kijken, kijk. Mooie ogen. Tommy heet hij. Noem Tommy, waarom? Omdat vroeger hadden we ook een kat. Vroeger, praat ik over 10 jaar geleden. 10 jaar geleden, ja. Vroeger keken wij Tom en Jerry. Alleen, ja, ik weet niet waarom, maar in ieder geval, we noemden hem Tommy. We noemen hem Tommy. Goed, wat ga ik vandaag doen? Ik heb een paar dingen geëdit, geknipt, geplakt. Belletjes gepleegd, e-mails beantwoord. Tommy? Ja. Pakken? Ja. Kom. Hier, kom maar. Pakken? Ja. Hier, wacht, ik ga leggen, hier. Pak eens zo. Alsjeblieft. Leg hem maar, Tommy, op de grond. Goed zo. Lief, Tommy? Ja. Ja? Ga maar spelen. Ik kom er dus achter dat ik gewoon super allergisch ben voor katten. Nou, ik dacht dus eerst van... Ik wist wel dat ik zoiets had, maar niet zo erg, weet je. Ik laat je het even zien. Als je nou even naar mijn arm kijkt... Kijk mijn arm. Kijk, vol met bulten. Die kat, het is de laatste keer dat die kat in mijn kamer is gekomen. Oh mijn god. Zoals jullie zien ben ik buiten. En ik ben hier met iemand, maar diegene... Mooi weg is privézaken, werk en zo. Wil diegene niet in beeld. In ieder geval, ik ben wel met iemand. Mijn auto staat gewoon hier zo. Alleen, ik moet even nog boodschappen doen. Kom even in het licht, zodat jullie mij beter kunnen zien. Waar ik ben nu bij diegene zijn werk. Ik moet even wachten totdat hij klaar is. Hij moet even naar buiten komen zo. En dan gaan we even boodschappen doen. Want ik moet even wat boodschappen halen voor thuis. Iedereen die nu kijkt, doe beter boodschappen voor je moed, vriend. Het is in ieder geval niet een hele zware dag. Tot nu toe vind ik het niet een hele zware dag. Maar omdat ik ook niet veel heb gedaan. Het is niet dat ik niet veel heb gedaan omdat het Ramadan is. Maar het is gewoon, ja, ik heb vandaag niet veel te doen. Dus ja, dus daarom heb ik niet veel gedaan. Dus ja, nu is het gewoon even wachten en kijken wanneer die klaar is. Oeh, ja. Yeah. Nou, iemand is er eindelijk vrij. Oh, 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 gaat hij remmen? Oh, oh. Ga ik zijn auto even tikken? Kusje geven achter. Wacht. Hij vlucht. Ik bedoel, net alsof dit botsautootje zijn, oh mijn god. Klaar, één keer genoeg, klaar! Channel botsautootje heb ik een tank, dus ik wil ik rijden over jou heen. Dille, watermeloen, spullen, je handen zitten vol op dit moment, kijk. Oh! Ja hoor. Hey! We hebben boodschappen gedaan. We lopen nu met deze moeilijk man met één hand. Wat zei je? Nou, alles is erin. Mede mogelijk gemaakt door... Geintje.
We hebben Nassim nog gezien. Daar zo. Nassim is aan het strijden. Stekken, Tini. Stekken. Maar nu ga ik even naar huis. Ga ik even die spullen daar zo thuis droppen. Dan kan mijn moeder een beetje gaan koken, et cetera. En dan rijd ik weer even terug deze kant op. Pak even mijn laptop. Ga ik even voor jullie alvast die dingen uploaden. Alles mooi. Het is al geüpload, daar niet van. Maar gewoon weer overzetten op Facebook, et cetera. Ah, spierpijn, Mattie. Ik heb trouwens niet eens gezegd Ramadan Mubarak. Oei, wat ben ik een slecht iemand. Ramadan Mubarak nog trouwens. Voor iedereen die nu aan het kijken is. Maar goed, ja, het is al de dag dat jullie dit zien. Is het alweer dag nummer 2 voor jullie. Maar geen probleem. Ghair inshallah. Moe man, ik moet echt gaan sporten. Ik wilde eigenlijk misschien strakjes gaan hardlopen, maar denk het niet. Denk het niet. Ik denk dat ik dat in het weekend ga doen. Maar komt goed. En zoals jullie zien, zie je dat het licht aan is. En dat betekent dat het bijna tijd is voor zonsondergang. Wat betekent dat je bijna mag eten. Ik heb niet echt honger om heel eerlijk te zijn. Een beetje trek, alleen niet eens dorst. Dus vandaag was gewoon, ja, was gewoon simpel. Het was niet heel moeilijk. Maar ja, daar gaat het ook niet alleen maar om bij het vasten. Daar denken veel mensen aan dat het alleen maar gaat om eten en drinken. Omdat natuurlijk deze dagen dat iets heel belangrijks is of iets. Maar vasten gaat om veel meer dan dat. Ik ga het toch wel uitleggen deze aankomende Ramadan. Geloof me, ik ga het jullie nog wel uitleggen. Dat komt helemaal goed. Maar ik ga even lekker kanen. Zoals je dat zegt. Gewoon wel lekker kanen. Je weet je al. Ik even lekker die harry gaan drinken. Weet je. Ik weet niet, ik ben te blij. Ik heb niet eens gegeten. Ik ben te blij. Maar goed, ik zie jullie zo meteen wel weer. Tenminste, jullie zien mij nu gelijk hierna. Waarom zeg ik dat? Voor mij is het zo meteen, maar voor nu. Eet smakelijk. Alhamdulillah heb ik heerlijk gegeten. Lekker. Ik heb eigenlijk best wel veel gegeten, om heel eerlijk te zijn. Daarvoor, ik zet de vuilnis buiten. Wacht, ik film maar even zo. Dan zien jullie ook mijn camera. Wat vinden jullie ervan? Het is een gangste camera, mijn man. Hier, van een zak. Maar goed, ik heb best wel veel gegeten. Veel mensen die meestal van, ja, ik ga echt zoveel eten en uiteindelijk eten ze heel weinig. Maar ik heb echt veel gegeten, alhamdulillah. Even dit buiten weggooien. In een vuilniscontainer. Wacht even, waarom is deze licht hier kapot? Het is nu opeens super donker, maar goed. Goed, ik ga nu even vuilnis weggooien. En dan ga ik zo richting raden. 3, 2, 1. Die zit erin. Wat ik wilde zeggen dus, ik ga nu richting raden. En vanaf daar ga ik richting moskee, gaan we tarawih bidden. Eerste keer weer na een jaar. Maar goed, ik ga dus nu richting moskee. Tenminste, eerst even richting raden. En vanaf daar gaan we gewoon lekker rustig wandelen naar moskee. En dan gaan we de tarawih bidden. Yeah. Er is voor Allah, nothing but Allah. That is the beginning of Bismillah. That is voor taqwa, be wearing of Allah. Niet te geloven. Maar goed, we zijn dus nu onderweg richting moskee. Ik ben met mijn compagnon, mijn broeder van een andere moeder. Je kan hem toch niet zien, het is donker. Maar goed, we gaan nu even licht in de moskee, even gaan we even bidden. Beter dan thuis zitten, stinken, slapen of iets. Maar goed. We zijn nu 2 mans. Ik weet niet of de rest eerder is gegaan of later. Of misschien zijn ze niet eens gegaan, weet je. Maar ja, ieder is een ding, weet je. Ik ga in ieder geval wel. En dan check ik jullie zo meteen. En we zijn weer klaar. We zijn alweer bijna bij zijn straat en mijn auto. Oeh, licht. La 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 la. Undercover police. Coming straight from the underground. Morgen Jum'a. En dan hopelijk komen dan wat meer mensen in beeld, behalve mijzelf. Dan ga ik een beetje andere mensen nog zo in beeld brengen. Een beetje praten zo. Wat is er? Wil jij in beeld? Kom. Maar goed, ik ga dus ook nu even richting huis. En dan ga ik wel even kijken wat ik ga doen. En we staan weer bij de beroemde lift. Wat ga ik thuis doen? Waarschijnlijk gewoon editen. Vandaag was echt zo'n dag dat je gewoon... Het is gewoon een beetje saai. Gewoon thuis zitten, editen.
e-mails beantwoorden, bellen. Gewoon dat soort dingen. Niet veel te doen, weet je. Maar het is gewoon thuiswerk. Dat is het. Maar dat soort dagen heb je af en toe tussenzit in de week. Kijk, morgen ga ik wel wat meer doen. Maar dat zien jullie allemaal morgen. Ik heb misschien hele slaperige ogen. Heel slaperig overdoen. Snippertjes, snippertjes, snippertjes. Ik heb geen snippertjes, snippertjes, snippertjes. Snipper hier, snipper daar, snipper hier, snipper daar. Snippertjes, snippertjes, snippertjes. Binnenkort het download op iTunes. Bemoe man. Het is nu 2:15 in de ochtend. En het is gewoon even tijd voor een paar push-ups. Kom me nu in traffic. Ugh, nee. Oh, mijn been. Waarom deed ik dat? Ik kan zo Mehmet erbij halen. Voor de mensen die niet weten wie Mehmet is een typetje die ik graag nadoe. Kijk, als ik dit doe, dan komt Mehmet. Oh, salam alaikum mensen. Walletje blij om jullie te zien, hè. Mashallah Ramadan. Iedereen aanwezig. Ik zie mensen gaan niet meer naar Bayram, beter. Bayram niet goed. Alleen niet goed Bayram. Bayram alleen goed. Trouwen dan Bayram goed. Anders Bayram niet goed. Nee olem. Anders Maar goed, ik iedereen wens Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Wat jullie ook wensen. Wat Turk ook allemaal. Turken niet eten, drinken. Niet eten, drinken. Wel roken. Abi, dat niet goed hè? Nee. Jij niet vast, Holm. Jij niet vast. Jij losgemaakt dan. Jij gaat roken. Jij pak je op jezelf. Sigaret los. Hop, hop, hop. Niet meer vast. Ik weet zelf nu. Yusuf, weer terugkomen. Waar terug? Ik zeg Yusuf. Waarom wil je niet meer Yusuf? Yusuf, kom maar terug. Maar goed, Mehmet heeft dus even met jullie gesproken. Heeft een paar dingen verteld aan jullie. Wat er gezellig is. Ik denk, het was vandaag niet zo'n hele drukke dag. Misschien niet heel boeiend, maar... Het komt nog wel goed. Ik heb nog 29 dagen te gaan om het helemaal goed te maken met jullie. Dus het komt helemaal goed. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk even niet een blauw duimpje omhoog te doen. Ik vind dat 2500 likes wel kan. Gisteren 2000, maar nu 2500. Kan dat? Kan dat? Kan dat? Dat kan hè, Mattie. Alles kan. Koffie kan, thee kan, oldschool. Die is gewoon vaak gedaan. Hopelijk zie ik jullie morgen weer. En ik zeg bij deze...